In 2010 was de BlackBerry Bolt de telefoon van het jaar. De meest verkochte telefoon in Nederland. Nu, 4 jaar geleden, is Samsung, die toen eigenlijk helemaal nog niet met smartphone bezig was, is nu nummer 1. Dan de helft is ongeveer Apple en Android heeft nu compleet alles overgenomen. En BlackBerry lijkt helemaal dood. Maar dat is niet helemaal waar. Wat er gebeurd is, is dat BlackBerry helemaal uit de consumer space is weggegaan. Maar in de enterprise gebruiken nog heel veel bedrijven gebruiken BlackBerry om alle andere devices te managen. Want je kunt nu met de BlackBerry achterkant, kun je nu Android managen, iPhone managen en ook nog gewoon de BlackBerry's die er zijn. Ze hebben ook nog 3 miljard euro in kas en de verwachting is dat ze dit kwartaal winst gaan maken. Ze zijn nog niet dood, maar ze zijn wel heel erg ziek geweest. En de vraag is of ze ooit nog terugkomen. Nooit meer in de consumentenwereld, maar wel in de zakenwereld. Wat ze ook hebben gedaan, is dat ze niet meer allemaal zelf hun devices maken, maar dat ze samenwerken met dezelfde fabrikant die ook alle iPhones maken. Een gigantische Foxconn, een gigantisch bedrijf in Taiwan met 500.000 mensen en in China. En nu is de eerste device wat daaruit komt, is de BlackBerry Passport. Nou, en ik gebruik dus nog steeds die BlackBerry Bolt. En wat vind ik daar nou zo fijn aan? Ik vind het toetsenbord heerlijk hieraan. Ik vind het feit dat er een muis op zit, vind ik heerlijk. En dat je toetsen hebt van aan uit. Ik kan sneller hierop werken dan alle andere devices. BlackBerry heeft nu een nieuw operating systeem, BlackBerry 10. En dat heeft eigenlijk alles wat een modern operating systeem wil hebben. Goede navigatie, een fantastische browser, flashondersteuning zelfs. Je kunt gewoon YouTube-filmpjes kijken en dan gewoon iets anders gaan doen. En dan draait het op de achtergrond. Het is een fantastisch operating systeem, maar ik vond het niet handig genoeg. We gaan even kijken naar de nieuwe devices en naar de verbetering in het operating systeem. Oké, de BlackBerry Passport. Volkomen uniek, want hij heeft een vierkant scherm. Het ding is net zo groot als een echt paspoort. De afmetingen van het scherm zijn 1440 pixels bij 1440 pixels. Belangrijkste is dat het toetsenbord natuurlijk, want als jij een BlackBerry hebt en je gebruikt geen fysiek toetsenbord, dan is het volgens mij, elk voordeel is gewoon weg. Het is natuurlijk een touchscreen, maar het aardige is ook, het toetsenbord is ook capacitief. Dus je kunt gewoon met je vingers eroverheen gaan en naar links naar rechts gaan. En dat is wel aardig. Dus je kunt het hele, het neemt gewoon weinig. Je hoeft niet je vinger te gebruiken. Je kunt het gewoon over het toetsenbord doen. Aan de achterkant zit een 13 megapixel camera. Hij neemt op in full HD en maakt ontzettend grote foto's. Hij doet natuurlijk 3G en 4G. Doet hij supersnel. Hij heeft een grote batterij en gaat meer dan 2 dagen gaat hij mee. Dus dat kan ook natuurlijk wel met zo'n groot apparaat. En er kan ook een 128 gigabyte SIM-memory kaartje in. Dus je hebt, zelf komt hij met 32 gigabyte geheugen en er kan 128 gigabyte in. Hij ziet er gewoon mooi uit. Nou ja, dat is dan een kwestie van, het is natuurlijk zwart-wit. Het is echt een corporate look, het is niks cools. Maar hij werkt op zich, hij is hartstikke sterk, roestvrij staal aan de achterkant. En hij zit goed aan de hand. Ik kan hem ook prima in mijn binnenzak. Het is net als een paspoort, werkt gewoon prima. Of je kunt hem gewoon in je zak stoppen. En dan dat gaat dan ook verder uitstekend. Hij is niet te groot. Het is wel, als je met één vinger, als je met één hand wil vasthouden, dan is deze te groot. Je kunt gewoon niet typen met één hand. Je moet echt met twee handen gaan typen, want dan is het, anders is die gewoon niet handig. Dat heb je met veel van die flatbeds, dat je echt niet lekker met één hand kan typen met een fysiek toetsenbord. Gaat dat op dit ogenblik gewoon moeilijk. Nou, dus hij is helemaal niet zwaar, hij is licht. Goed batterijleven, fantastische camera, waanzinnig mooi scherm. En daar gaan we even naar kijken hoe dat erop werkt. Maar het belangrijkste is natuurlijk, hoe werk je daarmee? En daar gaan we eens even, daar gaan we even naar kijken. Even de basics van OS 10, BB 10. Als je het aan wilt doen, hoef je geen hardwareknop op te drukken. Je hoeft alleen maar gewoon over het scherm naar boven te gaan. En dan heb je hier aan de zijkant, kun je gewoon naar de camera gaan. Hier heb je alle dezelfde manieren als met gewone, met Android en iOS. Kun je kijken, maar als je hier naar terug gaat, dan kom je hier in de hub terecht. En wat is de hub? Dat is al je Twitter, je LinkedIn, je Facebook, allemaal bij elkaar. Ik kan het hier even terugzien. Ik heb hier de hub. Ik kan elke zeggen, ik wil alleen maar even mijn e-mail zien. Dan heb ik al mijn e-mail. Hier heb ik al mijn e-mail. Wil ik alleen maar de ongelezen e-mail, dan doe ik zo. Zoep. Dan zie je alle ongelezen e-mail. Heel handig.
Dan kun je zeggen, ik wil alle Facebook berichten hebben. Die hier tevoorschijn van Jay en van Daan. Dan kan ik even kijken van wat ik daarin wil. Ik kan meteen naar beantwoorden, heel handig. Ik kan ook hetzelfde met Twitter doen. Of met mijn LinkedIn boodschappen. Dus je kunt snel eventjes door je verschillende boodschappen heen gaan. En je Twitter berichten. Maar als je naar boven gaat, naar de hub, dan krijg je alles in één keer te zien. Dus dat werkt gewoon heel goed. En de nieuwe is ik, als je ongelezen hebt, bam, alle ongelezen berichten, of het nou Twitter is, Facebook, LinkedIn, zie je hier in een rijtje. En dat vind ik heel erg handig. Wat vond ik nou vervelend met de nieuwe versie? Dat als ik zeg, ik wil deze gewoon weggooien, dan kan ik zeggen van, nou, ik wil deze, kan ik aan indrukken. En dan kan ik hier aan de zijkant zeggen, delete. En je kunt ook gewoon in één keer een aantal selecteren en dan kun je die meteen weggooien. Dus dat werkt wel goed. Als ik nu iets anders wil doen, dan ga ik met mijn vinger omhoog. En dan kan ik hier deze apparaten zien die ik online heb zitten. Ik kan even naar de browser gaan. Ik ben hier in de browser aan het werken. Werkt super snel. En zoals al gezegd, kan ik het ook op het toetsenbord doen. Een van de aardige dingen is dat video heel erg goed gaat. Het is een mooi operatingssysteem wat multitasking is. Als ik bijvoorbeeld even kijk, ik ga naar YouTube toe en ik speel eventjes een filmpje af. Dan ziet dat er gewoon heel goed uit. En YouTube, wat ik heel vaak doe met YouTube, is ik luister naar allerlei presentaties. En het aardige is wat je hiermee kan doen, je hebt hier dus gewoon YouTube. Je ziet wel, het scherm is vierkant. Er zitten altijd grote brede strepen. Dus als je Netflix wil kijken of als je YouTube wil kijken, je krijgt niet de mooiste beelden. Het is wel aardig dat je gewoon, als je nou bijvoorbeeld hierin kijkt, dan kan ik doorgaan. En het geluid gaat gewoon door. En dan kun je weer stoppen. Dus je kunt, terwijl je een videootje kijkt, en vaak als je presentaties kijkt, dan is het een talking head, dan zet ik het op de achtergrond, laat ik het doorgaan. Dus hij kan naar BNN Nieuwsradio, hij kan Flash afspelen, dat werkt allemaal goed. Dan eventjes het toetsenbord. Dus kijk, als ik een nieuw bericht doe, en dan maak ik een nieuw e-mailadresje. Nou, en ik kan gewoon zeggen, ik wil naar Jay, wil ik een e-mailtje doen. Het aardige is dat de herkenning van BlackBerry is prima. Je kunt alle mensen gewoon terugvinden. En ik kan dus naar Jay eventjes een e-mailtje sturen. En dan ga ik eventjes testen met dit toetsenbord. Want dit toetsenbord is anders. Het heeft 3 rijen in plaats van 4 rijen. Normaal de spacebar was onderneath en nu zit de spacebar hier tussen. En dat vind ik wel op zich een ontzettend gedoe. Hallo, ik wil testen of dit werkt. Spatie. Aardig is als je een toets hoofdletter wil bewaren en ik wil J vasthouden, wordt meteen een hoofdletter. En J eens vragen of dit werkt. De breedte is goed, alleen ik moet wel ontzettend wennen dat de B en de V uit elkaar zijn, dus ik maak daar nog wel wat foutjes van, maar ik denk als ik er een tijdje mee werk, dan werkt dat goed. Bam, send en hij is weg. Ik vind nog steeds gewoon met één hand, wat ik hiermee kan doen, met één hand eventjes alle e-mailtjes langsgaan en meteen eventjes weghalen, dat kan hiermee niet zo makkelijk. Het is niet echt een ding wat gemaakt is voor één hand, hoewel browsen gaat gewoon prima. Met dit dingetje. En je kunt ook als jij een mailtje aan het typen bent, kun je ook gewoon door, ik kan hiermee dingen weghalen. En ik kan ook gewoon de cursortoetsen bedienen. Dus ik kan hiermee de cursortoetsen bedienen. En ik kan ook copy-paste doen, wat ik ook altijd een ontzettend gedoe vond om copy-paste te doen, dat vond ik vreselijk en daar ben ik nog steeds niet aan gewend. Oké, wat vind ik nou van de BlackBerry Passport? Ik heb er een week mee rondgelopen. Typen moet ik echt aan wennen, maar dat gaat lukken. Dat toetsenbord waarmee je kunt scrollen vind ik heel erg handig, maar het copy-paste heb ik nog heel veel moeite mee. En ik mis eigenlijk gewoon nog steeds die muis en die oude manier van werken.
Er komt een nieuwe klassieke versie die dit probleem zou moeten oplossen. 10.3 BB is een stuk beter weer en een heleboel handige dingen zitten erin. Dus ik ga gewoon weer proberen of ik over kan schakelen naar, van de oude BlackBerry naar de nieuwe BlackBerry. Niemand die Android heeft en iOS en blij is met een onscreen toetsenbord zal iets met BlackBerry te maken willen hebben. Daar is het gewoon te laat voor. En ook dat vierkante scherm is ook alleen maar handig in het bedrijfsleven waar je gewoon lekker naar documenten wil kijken en waar je snel efficiënt wil werken. Het is echt niet, de App Store is redelijk, de WhatsApp'en van deze wereld en de Instagrams en zo en de Facebook zitten er allemaal in. Maar het is een hele beperkte App Store die erin zit. Hoewel ik wel allerlei Android-appjes nu kan toevoegen. Dat zit in het huidige operating systeem erin. Maar dat werkt dan weer niet helemaal geweldig samen met het operating systeem. BlackBerry is voor mensen die van een fysiek toetsenbord houden. Dat is echt geweldig. En BlackBerry's business zit in het managen van alle devices. Niet alleen maar de BlackBerry zelf, maar ook de iPhone en de Android. Dat doen ze heel veilig en secure. En in het bedrijfsleven zullen ze daar een plaats krijgen. Maar ze zullen nooit meer zo populair worden in het consumentenwereld. Daar zijn ze eigenlijk gewoon verdwenen, behalve in Azië. De BlackBerry Passport is uniek. Dat vierkante scherm, dat zul je nergens hebben. Voor de business is het goed, voor consumenten is het gewoon helemaal niks. Ik vind het weer een mooie try en ik ben benieuwd wat de volgende versie, de BlackBerry Classic, die eigenlijk veel meer er zoals het uitziet met dit toetsenbord en ook de extra toetsen. En daar hoop ik op aan het einde van deze maand dat die binnenkomt en daar hoop ik eigenlijk naar over te kunnen schakelen. Dus BlackBerry is nog niet dood, ze blijven verbeteren, maar ik blijf nog even bij mijn oude BlackBerry om daar elke dag mee te werken.